Mijn naam is Arno Denepelt. Ik kweek er al een jaar of 7 bij ASML. Ik ben afgestudeerd in 2006 aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ik heb toen eigenlijk heel veel moeite gehad met het vinden van een baan. Ik ben 3 jaar lang echt op zoek geweest naar werk. Ik denk een stuk of 300, 350 sollicitatiegesprekken gehad in die tijd. Waarbij ze iedere keer zeiden van ja, of je bent te slim, of je communiceert niet goed genoeg. Uiteindelijk heb ik hulp gezocht via de gemeente. Via de gemeente ben ik toen bij WNC terechtgekomen. Toen ook een psychologisch onderzoek gedaan om te kijken van oké, waarom lukt niet het werk te vinden. En toen heb ik eigenlijk mijn diagnose Asperger gekregen. En toen ben ik met hulp van de WSD ben ik bij ASML uiteindelijk binnengekomen. En nu sta ik op het punt om over te gaan naar ASML zelf, via vast contract. Mijn talent is over detail, creativiteit, snel denken. Dus ik vind allemaal details die andere mensen missen. En omdat ik iets anders denk, denk ik ook wat sneller out of the box. Dus ik zie oplossingen die andere mensen niet zien. Het hoeft niet altijd de goede oplossing te zijn. Maar het is wel iets wat goed is om over na te denken en te kijken van, hey, helpt dit ons? Gelukkig zijn ze bij ASML iets meer open-minded. Iets meer accepterend van intelligentie, van mensen die anders zijn. Door je toch de kans hebt om gewoon echt je talent te laten zien. In principe heeft iedereen hetzelfde behandeld. Het is niet zo echt specifiek wordt gezocht naar mensen met autisme. Als je nou solliciteert, loop gewoon hetzelfde proces als iedereen. Mijn communicatie verbeteren ben ik lid geworden van een organisatie die heet Toastmasters. En dat is echt een organisatie die mensen helpt om beter te worden in communicatie, beter te worden in leiderschap. En ik heb toch geleerd om wat rustiger te zijn, beter na te denken, meer gebruik te maken van mijn lichaamstaal om zo. Uiteindelijk ook destijds gewoon mijn kans op werk te verhogen, maar nu ook gewoon beter te functioneren in mijn werk. Ja, ik zorg op plek en we zijn zelfs zover dat ik een vast contract krijg. Dus dat is alleen maar een signaal van je doet het goed en je wil je graag houden.